Deze nieuwsuitzending die gaat over het maanmysterie van App en Vloed. Oh, er zijn meer mysterieuze dingen aan de maan. By the way, App en Vloed is er eentje van. Daar wordt heel makkelijk over gedaan. Dat, uh, nou, het is Vloed als de maan in de buurt is en die trekt aan het water. En dan, dan wordt het water aangetrokken door de maan, dan heb je vloed en dan, dan gaat de maan weer ergens onder staan. Dat komt trouwens door de rotatie van de aarde, want de maan draait om de aarde heen. Maar dat gaat vrij langzaam. Dat gaat met een frequentie van eens in de 27 dagen maakt hij een rondje. Terwijl de maan gaat elke dag een rondje maken. Ja. Maar de maan doet het veel vaker, veel minder snel dus. Maar de aarde die draait dan in de ronde en ja, de maan blijft maar aan het water trekken. Dus ja, steeds komt er een nieuwe plek van de aarde staat richting de maan en al daar als daar dan water is, dan gaat dat water omhoog naar de maan toe. Nou is het ook zo dat de aarde, Dat ik het anders zeggen, de maan draait niet echt om de aarde. Nee. De maan en de aarde, die draaien om een gezamenlijk, gemeenschappelijk zwaartepunt. Dus terwijl dat de maan eens in de 27 dagen rondom de aarde draait, draait hij dus niet echt om de aarde heen, maar draait hij om een gezamenlijk zwaartepunt, want de maan is weliswaar lichter dan de aarde, maar niet zo heel veel lichter. Dat kunnen we hier zien. Ik heb wat dingetjes erbij gepakt. De massa van de maan is dan 7 keer 10 tot de macht 22 kilo. En de massa van de aarde is 6 keer 10 tot de macht 24 kilo. Dus dat Ja, als jullie 5 huh, Sorry. Excuses. Als je die uh, zeg maar 100 keer de maan is dan uh, 100 keer zo licht als de aarde, ongeveer. Maar dat betekent dat die dus niet helemaal precies om het middelpunt van de aarde draait. Maar dat de aarde dus ook meeschommelt met de maan. Als je, als je even denkt dat je de maan en de aarde dan met een lat zou gaan verbinden. dan uh, moet je die lat dus. Die, die draait niet precies. Het is dus niet zo dat die, die maan dan helemaal om de aarde heen draait. maar de aarde draait als het ware mee met de maan. En dat. Gemeenschappelijke zwaartepunt, dat ligt iets onder de aardkorst. Dus iets minder dan de diameter. Iets minder dan de straal, kan je ook zeggen. Al precies te zijn, de, de straal van de aarde, dus de afstand van het middelpunt van de aarde tot aan het oppervlakte, is iets van 6 miljoen meter. En dan dat gezamenlijke draaipunt van de Maan en de Aarde. Dat ligt op 4 miljoen nog wat kilometer. Dus iets minder dan de straal van de Aarde. Maar dat betekent wel dat de Aarde in de rondte draait om dat punt dus. En dat levert een middelpuntvliedende kracht op. die het water naar buiten slingert. Dus aan de kant van de Maan worden het water aangetrokken door de maan. En aan de andere kant... van de maan, waar de maan... staat, wordt het water juist weggeslingerd. Door de middelpunt... vliedende kracht. Nou, dan heb ik hier die twee wetten... erbij gepakt. Dit is de gravitatiewet... van Newton. Die ga ik zo dadelijk in deel 1... netjes bespreken. Hoe die... in elkaar zit. Daar zijn je alle details. En dit is de middelpunt... vliedende kracht. Dat is iets... ingewikkelder qua wiskunde. Daar heb je iets... als een hoeksnelheid. En iets met pi krijg je dan ook nog bij. Maar daar kom je wel uit. Dit zijn de getallen die ik allemaal opgezocht heb op Internet. Eentje die ik hier mis, dat is de gravitatieconstante. Laat ik die ook even bijpakken: Gravitational constant. Dat is dit ding: 6 keer 7, bla bla bla. 10 bla. tot de macht, min 11. Nou, wat ik ook heb gedaan in deze uitzending is: ik heb een aantal spreadsheets verzameld. Als eerste deze. En daarin kan je zien dat de de zon trekt 200 keer zo hard aan het water van de aarde dan de maan. Dus als het dag is zou je een enorme hoge vloed moeten hebben, terwijl in de nacht dus zo goed of niet. En dan moet ik hier hebben. Oh, kijk, een nummertje 2 hoort. Oh, daar heb ik er twee van. Dat, ja, dat is dan deze. Kijk, oh, dat is. Oh, dit is nummer 3. Wacht eventjes. Wel goed doen. Dit is allemaal zo heel kort hoor. Ik race er even doorheen. Als je het helemaal wil weten, dan moet je de totale film af gaan luisteren. Die bestaat uit drie delen, dus dat is ook wat te doen. Dan ga ik dit allemaal bespreken: hoe je met die formules zo moet gaan. Dit is dan de vergelijking van de aantrekkingskracht van de maan met de middelpuntvliedende kracht. Dat is ook heel opmerkelijk, want dan blijkt dat de middelpuntvliedende kracht die is sterker is dan de aantrekkingskracht van de maan. Namelijk 15% sterker. Dus dat zou betekenen dat de vloed die je dan bij. die je hebt als de maan niet in beeld is, dus dat de aarde met onze kant van de maan afgewend staat, die vloed die komt door de middelpuntvliegende kracht, die, die zou 15% hoger moeten zijn. Ik weet niet wat dat zo is. Maar dan wordt hij nog gekker, want dan ga ik eventjes de middelpuntvloedende vloed, kracht van de zon erbij pakken. Want dat hebben we natuurlijk ook, want wij draaien om de zon. Met een omlooptijd van uh, ja, en, uh, uh, sorry, 365 keer 24 uur keer 3600 seconden is zoveel seconden. En dan blijkt dat de middelpuntvliegende kracht veroorzaakt door onze draaiing rond de zon... is 177 keer zo sterk als de middelpuntvliedende kracht rond de maan. Nou, ga er maar aan staan als je het interessant vindt. En ook, wil controleren of de berekeningen kloppen. Dan moet je de hele film uit luisteren. Als je dit genoeg info vindt, dan kan je hierover gaan nadenken. En graag heb ik jouw reactie. Want wat denk je hier nou van? Wat heeft de maan te maken met vloed? Of eb? Als blijkt dat zowel die middelpuntvliedende kracht. als de aantrekkingskracht van de zon. Uh, een factor 177 à een factor 200 keer zo sterk is. Ja. Nee, maar nu gaan we lachen. Nou, veel plezier en kijkplezier met de volgende films. Maan, en mysterie en de getijden. Dus eb en vloed, deel 1. We gaan het hebben over de aantrekkingskracht van de maan. Want de aantrekkingskracht van de maan wordt verantwoordelijk geacht voor één van de vloedperiodes. Per etmaal. Die tweede vloedperiode wordt door iets anders veroorzaakt, namelijk door de middelpuntvliedende kracht. En daar gaan we het over hebben in deel 2 en deel 3. Deel 1 over de aantrekkingskracht van de maan. Hier zie je de Wikipedia-pagina, waarin de gravitatiewet van Newton, de Law of Attraction, wordt uitgelegd wat die inhoudt. En dan staat er rechts, dat dus dus snap je het in één keer. Er staan twee massa's. De ene heet M1 en die trekt aan de massa en die heet M2. En M2 die trekt aan die massa die heet M1. Dus ze trekken allebei aan elkaar, vandaar de aantrekkingskracht. En die twee massa's hebben een onderlinge afstand van R. Gemeten vanaf het middelpunt van M1 tot en met het middelpunt van M2. Die beide krachten F1 en F2, die zijn identiek. Het staat eronder hè. F1 is F2. En die krachten zijn gelijk aan G, dat is de gravitatieconstante. Even een boertje laten van die t. Vermenigvuldigd met de massa van M1 keer de massa van M2. De massa is die doen we normaal gesproken in kilogrammen. Uh, gedeeld door de afstand in het kwadraat. Dus die r is de afstand. En dan heb je dus kilogram keer kilogram. Gedeeld door de afstand in het kwadraat. Dat is dus meter kwadraat. Dus kilogram kwadraat gedeeld door meter kwadraat. En als je dan weet dat de gravitatieconstante. Die pak ik er ook even bij. Een mooie uitleg, Tom, even bij me. Graan. Wie. constant. Ja, precies. Dat is dan. Dat is dit getal. Dat, dat ga ik zo dadelijk nog gebruiken. In deel 3, dacht ik. Nee, deel 2 komt hier aan bod. En ah, dat is dan meter tot de macht 3. Nou, in de noemer. Hier, daar staat meter tot de macht 2. hè. Dus als we dan meter tot de macht 3 delen door meter tot de macht 2, dan halen we over meter. Dan die kilogram min 1. Nou, hier heb je kilogram kwadraat. Dus dat wordt dan kilogram meter. En dan per seconde kwadraat. Nou, kilogram meter per seconde kwadraat staat gelijk aan Newton. Dat is een aantrekkingskracht. Dat is een kracht. Is een aantrekkingskracht. Zo klopt dat dus. Nou, dit is dan de aantrekkingskracht. En nou gaan we uitrekenen wat de aantrekkingskracht is van de zon. Op, de, op het water van de aarde. Of ja, in het algemeen op de aarde, zeg maar. En de aantrekkingskracht van de maan op de aarde. En dat doen we heel simpel, want we willen alleen maar weten de verhouding. Trekt de zon harder aan het water of minder hard? Dus we hoeven alleen maar te weten, hè, dus die m1 als dat de aarde is voor het gemakken. Dan is die aantrekkingskracht van de zon, of van de aarde op de zon, of van de water naar de zon. Hè, dat is dan g keer m1 keer de, de massa van de zon gedeeld door de afstand tot de zon in het kwadraat. En voor de, voor de maan is dat weer hetzelfde. G keer M1 keer de massa van de maan gedeeld door de afstand tot de maan in het kwadraat. Dus ik hoef alleen maar die m gedeeld door die R kwadraat te hebben. En die deel ik voor het geval van de zon in de teller. En in het geval van de maan zet ik er in de noemer. En dan heb ik de verhouding tussen die twee. Snap je maar nog? Dus die g en die M1 heb ik zo dadelijk niet nodig. Om te weten wat het verschil is tussen de aantrekkingskracht van de maan. vergeleken met de aantrekkingskracht van de zon. Alleen maar de verhouding wil ik weten. Nou, dan heb ik hier opgezocht de massa van de zon. Nou, dat is 2 keer 10 tot de macht 30 kilogrammen. De afstand tot de zon. dat is 1,5 keer. dus 1,5 keer 10 tot de macht 11. Want een miljoen is 10 tot de macht 6. Een kilo is 10 tot de macht 3. Van die 150 anderhalf maken, daar hou ik 2 van over. Dus een uh, 9 plus 2 is 11. Dus anderhalf keer 10 tot de macht 11. Meter. Hebben we hier de massa van de maan? Dat is dan 7 uh, ongeveer. Keer 10 tot de macht 22 kilogrammen. Uh, de afstand tot de maan is. 384.000 kilometer. Nou, kilo is dus 3. Dit is ook weer 3. Dat is 6 plus 2. Dat is 4 keer 10 tot de macht 8 meter. Ben je er nog? Ja, ik hoop van wel. Dan gaan we nu naar de spreadsheet. Waar staat dat ding? Open Office moet ik hebben. Tot, 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 tot. Ja, hier staat hij. Nou, de massa van de zon. Ik heb het net verteld. 2 keer 10 tot de macht 30. De afstand tot de zon, dat is die anderhalf keer 10 tot de macht 11. Dan moet ik de afstand in het kwadraat weten. Want in die formule, ik pak nu die formule even terug. Ja. Daar staat de afstand in het kwadraat. Die moet ik een noemer. Hè? Dus die moet ik hebben. Dat kwadraat moet ik hebben. Om het even lekker simpel te houden. Hè? Nou, de massa van de maan, idem dito, dat is 7 keer 10 tot de macht 22, de afstand tot de maan is 4 keer 10 tot de macht 8, en de afstand tot de maan in het kwadraat is 16 keer 10 tot de macht 16, 4 keer 4 is 16, en dan 10 tot de macht 8 keer 10 tot de macht 8 is 10 tot de macht 16, maar dan maken we van 1.6 keer 10 tot de macht 17, dat is de officiële notatie, de wetenschappelijke notatie. Als we nou die aantrekkingskracht van de zon, die dit ding is, het, delen door deze. Wim even tussendoor. Uh, nou ja, goed, laten we even gaan. Dan houden wij uh, als factor over dat de zon 200 keer zo sterk aan het water trekt dan de maan. Dus. Als het dag is, is het vloed. En als het geen dag is, ja, is het geen vloed door de aantrekkingskracht van de zon. Door niet in die mate. Dan kan de maan wel uh, s'nachts aan de hemel staan. Ja, die trekt aan het water met een kracht van 1 200 Dat is dus uh, een half procent. Aan het water. Dus. Ja, wat kan het nou voor effect opleveren? Ja? Nou, dit was deel 1. Op naar deel 2. In de serie Het Grote Maanmysterie is dit deel 2. En dan gaan we het hebben over de middelpuntvliedende kracht veroorzaakt door de draaiing van de Aarde rondom het gemeenschappelijke middelpunt, zwaartepunt, tussen de Aarde en de Maan. Ik moet even niezen. Nog een keer? Ja, dat was niet gepland. <laughs> nee, het, het is namelijk twee keer per dag vloed. En de maan... De, ja, die draait met een snelheid van... Eens in de, of met een frequentie van eens in de 27 dagen... rondom de aarde. Maar de aarde draait elke dag rondom haar as... En draait dan eens in de 27 dagen om het gemeenschappelijke zwaartepunt heen. Dus niet alleen de, draait de maan om de aarde eens in de 27 dagen. Maar de aarde ook. Je zou kunnen zeggen, draait om de maan heen. Dat is een beetje rommelig gezegd. Maar als jij. Ja, Je bent een hele zware man en je hebt een heel tenge meisje en je, gaat, je geeft elkaar allebei de beide handen en dan ga je rondjes draaien. Ja, dan ben jij als hele zware man, ja, dan sta jij zo goed als stil. Weet je. En dat meisje wat maar 50 kilo weegt, ja, die, die draait om die hele zware man. En als je nou datzelfde gaat doen met een, een vrouw van je eigen gewicht. Ja, en dan ga jij ook een beetje in de rond te draaien. Als man. Ja, want die vrouw die sleurt jou. Ja. Je hebt dan een, een gemeenschappelijk zwaartepunt waar je beide omheen draait. Dus dan ga jij als man ook bewegen. En als je dus als man. Je bent zeg maar iemand als Dirk en Desiree Van die leuke strip van. Uh, een einde kort En je gaat hetzelfde doen. Ja, dan staat Desiree zo goed als stil. En Dirk gaat dan rondjes draaien rondom Desiree. Nou, zo draait de aarde dus in een bepaalde mate rondom de maan. Even kijken of ik snel een voorbeeldje daarvan kan vinden. Even Gemeenschappelijk. Schappelijk. Zwaartepunt. Gemeenschappelijk zwaartepunt Aardemaan. Even kijken hoe. Maan, Wikipedia. Niet naar startpagina, dacht ik. Maar. Uh, hier had ik hem niet zien staan. Ik had dit natuurlijk kunnen voorbereiden, maar ik dacht kom, ik ik, ik vind hem wel eventjes. Gemeenschappelijk zwaartepunt. Ja. Oh, hier zie je hem, ja. Hier zie je het fenomeen. Ja, dus, uh, dit ding het draait dus uh, kleine rondjes. Dat heeft dus kennelijk de, de meeste massa en die andere die draait eromheen en die, die trekt die, dat middelste ding achter zich aan. Dan heb je hier, hier zie je het dan, het plaatje. Dat is die M die hier staat, dat is door de massa van de Maan wordt het water omhoog getrokken. Nou, in de vorige uitzending hebben we laten zien dat de aantrekkingskracht vanuit de Zon groter is. 200 keer groter dan die van de Maan. En Aan de andere kant zie je die pijltjes staan en die, die sleuren dat, buiten, dat water naar buiten, aan de andere kant naar buiten toe vanwege de middelpuntvliedende kracht. En misschien dat het hier dan toch nog staat. Dat gemeenschappelijk zwaartepunt waar de maan en de aarde omheen draaien, dat bevindt zich binnen de straal van de aarde. Kan je eenvoudig uitrekenen. Dat doe ik dan ook. Kom, dus ik dacht van nou, dan ga ik eens eventjes lekker narekenen. Hoe het dan zit. Dat is toch leuk. Dat is in ieder geval natuurlijk een les. Dus hoe verhoudt zich nou de... We zat hier mijn Mac te brulleren. Maar daar hou ik niet van. Dat zijn deze. Even sorry over dit op onthouden. Uh, niet de bedoeling. Je hebt toch alles dicht. Dan wordt die maan, die kan dus nu weg. Die moet ik even behouden, die heb ik nog nodig. De straal van de aarde, die klik ik dan ook maar weg. Want heb je dit gezien? Dat, dat komt zo dadelijk. Uh, ga ik die erbij pakken. En de afstand aarde tot de zon, die heb ik in deel 1 al besproken. Ja. Dat is uh, 1,5 keer 10 tot de macht 11 meter. Ik reken in dat KMS-systeem, dus uh, kilogram, meter en seconde. K van kilogram, M van meter en S van seconde. Eigenlijk moet je rekenen in meters... Uh, oh nee, in grammen, meters en seconde. GMS, maar... Kilogram het, uh, werkt wel handig. Mijn merk blijft maar... Wat is het dan? Sorry of het op onthoudt. Wie is er nou aan het eikelen? Oh, dit is mijn QuickTime Player. Ja, oké, okay, daar kan ik dus even niks aan doen. Nou, Google is nog bezig. Ah, die gaat wel zakken. Het is maar een oud Macje. Je moet een beetje rekening mee houden dat hij niet uit elkaar ploft. Dan kan ik helemaal niet meer van dit soort fijne wiskunde, natuurkunde lessen aan jullie geven. En het gaat over de maan. Hier leer je altijd wat van. Wat heel interessant. Ik heb weer dingetjes ontdekt, hoor. Nou, heb je dat modelletje gezien net? Hè? Dat is de maan die trekt aan de ene kant aan het water met zijn eigen zwaartekracht, en aan de andere kant wordt dat water uh, weggeslingerd met de middelpuntvliedende kracht doordat de aarde om het gemeenschappelijk zwaartepunt heen draait. Om deze twee krachten te vergelijken, heb ik nu voor het gemak heb ik de aantrekkingskracht uitgerekend voor 1 kilo water. Dat is gewoon arbitrair. 1 kilo is wel makkelijk, heb je gewoon 1. Dat is 1 liter water dus. Die noem ik dan F maan. Dus de force, F. En dan van de maan op het water. Dan de gravitatieconstante erbij. Dat ik echt in newtons ga rekenen. Dan de massa van de maan. En dan de afstand D tot de maan. Deze getallen heb ik ook gebruikt in de voorgaande. Deel 1. Uh, toen had ik niet de. Wat had ik toen? Toen had ik niet de gravitatieconstante erin, want dat was niet nodig. En nu denk ik: van dat nou, doe ik wel, want dan kan ik het helemaal niks uitrekenen, want we gaan het vergelijken met de middelpunt-vliedende kracht. En even om uit te geven hoe dat werkt: als jij een, een gewicht aan een touwtje, en dan ga je in de rond slingeren. en op het moment x slaat je dat touwtje los, dan vliegt dat ding. Weg. Ja. Het idee van een slinger. Dus uh, toen David uh, tegen Goliath moest, had hij zo'n slinger. Ja. Met zo'n steentje erin. En, dan... en toen ging Goliath tegen de grond. Ja. Dat komt door de middelpuntvliedende kracht, die David toen opwekte met zijn slinger. Dan heb je ook weer draaimolens. En uh, ja. als je met de auto door de bocht gaat, dan. Ja, als de bocht naar links gaat, dan, dan gaan de mensen in de auto, die worden naar, naar de buitenkant van de bocht gedrukt. Dat is die middelpuntvliedende kracht. Nou, die middelpuntvliedende kracht op één kilo water, die kilo doet er niet zo gek veel toe. By the way. Maar daar komen we zo wel achter. Dat is de F-middel. Dat is de, de, de force van de middelpuntvliedende kracht. Nou, dan heb je de afstand van de aarde tot de maan. D-maan, de die staat erboven ook al. Dan heb je de massa van de aarde. En dan de afstand van de aarde tot het virtueel middelpunt. Dus dat gezamenlijk middelpunt. En dat noem ik dan r-middel. R van radius. Nou. De afstand tot dat virtuele middelpunt dat is gelijk aan de afstand tot aan de maan en dan keer een fractie en die fractie is het gewicht van de maan gedeeld door en dan tussen haakjes het gewicht van de maan plus het gewicht van de aarde. Met andere woorden, als het gewicht van de maan zo goed als nul is ten opzichte van het gewicht van de aarde, dan is de afstand tot aan het gezamenlijk middelpunt ...moet dan nul zijn. wat even hoor. En dan staat de aarde stil. Ja, dus dan moet je in feite omdraaien. Wacht maar even. Het moet... Uh, ...zo zijn. Ja, dat kan je zelf ook allemaal uitrekenen. Uh, wat eventjes. Dit de is zo. En hier moet m aarde staan. Oké. Okay. Dus als de maan... Zo goed als geen gewicht heeft ten opzichte van het gewicht van de aarde. Dan is m aarde gedeeld door m aarde. Want m maan doet er dan niet toe. Dat is 1. Dan is de. Nee, dat doe ik toch verkeerd om. Dan moet je die... Ja, ja. Dom, dom, dom. Oh, zo moet het zijn natuurlijk. De maan heeft zo goed als geen gewicht. Dat is zeg maar 0. Dan is de, de afstand tot het virtuele nul, middelpunt is nul. Ja, natuurlijk is het zo. Ja. En als de maan, als de aarde ten opzichte van de maan... Als de aarde ten opzichte van de maan geen massa heeft, geen gewicht heeft... Ja, dan draaien wij in totaliteit om de maan heen, huh? Nou, dan heb je de omlooptijd. Die heb je nodig. Ik zal even de formule voor de middelpuntvliedende kracht erbij pakken. Die staat hier. Uh, de middelpuntvliedende kracht staat als eerste formule. Dat is gelijk aan de massa, vermenigvuldigd met de, de, de snelheid in het kwadraat, gedeeld door de straal. Dat is de, de kracht die trekt aan die massa. Die massa is 1 kilogram. Dus uh, die, e, die m die in deze formule wordt een 1. Dan is het handig om het uit te rekenen in de hoeksnelheid. Er wordt hier de letter omega voor gebruikt. Dat is een Griekse letter. En die is de snelheid gedeeld door de straal. En als je dat zo uh, invult, dan is de middelpunt kracht gelijk aan de massa. Vermenigvuldigd met omega, de hoeksnelheid in het kwadraat, keer r. Snap je hem nog? <laughs> Want omega kwadraat is v kwadraat gedeeld door r kwadraat. En als je dat vermenigvuldigt met r, dan heb je weer uh, die eerste formule mv kwadraat gedeeld door r. Dat is even googelen met die eenheden. Maar dit staat op Wikipedia en we maar vanuit gaan dat het klopt. En de hoeksnelheid die is gelijk, uh, omega dus, die is 2pi keer f. En f is de frequentie. En die staat dan gelijk aan 1 gedeeld door t. Ja, dus er aan onder staat waarin f het aantal omwentelingen per tijdseenheid is en t is de omwentelingssnelheid. Dus omega, de hoeksnelheid, is 2pi gedeeld door de omwentelingstijd en dan in seconden. Dus werkt men met MKS-eenheden, dat is meter, kilogram, seconde. Nou, bla bla Nou, ja, dat heb ik allemaal netjes in, in dit verhaaltje opgenomen. Even naar de open office. Dus de hoeksnelheid van de middelpuntvliedende kracht is 2 pi gedeeld door de omlooptijd. En de middelpuntvliedende kracht is die 1, dat is die, die 1 kilogram, keer de hoeksnelheid in het kwadraat, keer de afstand tot het, gez het gezamenlijk, die het is dat virtueel, ja, virtueel of gezamenlijk middelpunt, zwaartepunt. Snap je nog? Wordt leuk hoor, dus, uh, blijven vooral bij. Dan hebben we hem hier uh, lekker doorgerekend. De gravitatieconstante, die heb ik opgezocht. Die is 6.7 afgerond keer 10 tot de macht min 11. Dat is verschrikkelijk klein. De massa van de maan, die is uh, 7 keer 10 tot de macht 22. Dat is verschrikkelijk groot. De afstand tot de maan, d-maan, die is 4 keer 10 tot de macht 8. Dan is dus de aantrekkingskracht, die staat hieronder in de formule... Dat is C1, dat is G. Keer. Nou, C2, dat is de massa van de maan. Keer 1 had er moeten staan. Ik had er eigenlijk nog 1 voor die ene kilo. Hè. Maar laat die maar weg, want 1 keer iets is iets. Hè. En dan dat geheel delen door C3 in het kwadraat. Dus dat is deze. C3 keer C3. Dan komt er dit ding uit in Newton. Dus de aantrekkingskracht in Newton. En maar 2,9 keer 10 tot de macht min 5. Dat is een heel klein getal. Kan je denk ik ook nog zien in de. Hmm. Nou, het is in ieder geval uh, 0, en dan 4, 0. Nee. 0, punt, en dan 3, nullen, En dan 2,92. Dus is dus heel weinig Newton. Nou, dan moeten we weten waar het gezamenlijke zwaartepunt, middelpunt ligt, het draaipunt. En daarvoor hebben we dus de massa van de Maan nodig en de massa van de Aarde. Denk aan Dirk en re. Wat is de verhouding? Ze draaien als het ware om elkaar heen. Als ze even zwaar zijn, dan ligt dat draaipunt precies in het midden. En als de Dirk dan, ja, die weegt maar 10 kilo of zo, en Desirée weegt 500 kilo. Ja, dan kunnen ze wel denk, hè, denken dat ze om elkaar heen draaien. En het is dan ook wel zo. Maar het gezamenlijke zwaartepunt, dat ligt dus binnen euh, het lichaam van DC Die strip krijg je toch wel, Dirk en DC van Heinde Nou, dan heb ik hier de formule opgeschreven. Dat is C3. Dat is de afstand tot de maan. Dat is het totale traject tot aan de maan. Keer C2, dat is de massa van de maan, gedeeld door C2, de massa van de maan, plus C6, de massa van de aarde. Dan krijg je hier een getal eruit, dat is uh, 4,6 keer 10 tot de macht 6 meter. Nou, de straal van de aarde is 6 keer 10 tot de macht 6 meter. Dus dit Gemeenschappelijke middelpunt, zwaartepunt. waar dus zowel de maan als de aarde omheen draaien. Dat zwaartepunt ligt binnen de straal van de aarde. En daar heb ik een plaatje van gezien. Dat, dat is bekend. Maar dan nog, de aarde draait dus eens in de 27 dagen. maakt hij een rondje om een, een middelpunt, wat. Ja, toch er een slinger in van. Dus een straal. Van 4,6 keer 10 tot de macht 6 meter. Dat is geen geintje natuurlijk. Hè? Nou, de omlooptijd. Die weten we. Dat is namelijk 27 dagen keer 24 uur keer 3600 seconden. Dus dat is 2 keer 3 keer 10 tot de macht 6 seconden. De hoeksnelheid. Dat is 2 keer π. Heb ik 3,14 voorgenomen. Je kan nog meer doen. 3,142 of 3,141. 5, 9, 2. Maar ik vond er één goed genoegen. De hoeksnelheid is dan 2 keer pi gedeeld door C9. En Dat is de omlooptijd. Dat is de hoeksnelheid. 2,7 keer 10 tot de macht min 6. En dan is de middelpunt verlietende kracht. Die is de hoeksnelheid keer de hoeksnelheid keer de afstand. Tot het draaipunt keer die 1 kilo. Want daar gingen we vanuit. Dat die 1 die ontbreekt hier. Net als dat hier ook niet het gewicht in staat van die kilo water. Staat hier ook niet het gewicht in van de kilo water. Dus toch maar 1. Nou, als we dan die 2, dus de, aan, de middelpunt kracht, vergelijken met de aantrekkingskracht. Dan vinden wij een verschil van 15%. Dus de middelpunt kracht door het draaien van de aarde rondom het gemeenschappelijk zwaartepunt... ...die is 15% sterker dan de aantrekkingskracht van de maan. Hm. Ja, ja. Dat betekent dat als we dus twee keer per dag een vloed hebben... Daar hebben we dus één keer per dag een vloed veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan. Die minder sterk is dan de aantrekkingskracht van de zon. Dat scheelde toch even een factor. Uh, hoeveel was het ook alweer? Zat hij nog hier ook nog mee? Ja. Dat was een factor 200. Ja. En nu blijkt dat die middelpuntvliedende kracht. die is ook nog sterker dan de aantrekkingskracht van de maan. Namelijk 15% sterker. Nou, dit was deel 2. Gaan we zo dadelijk even doorstomen naar deel 3. Met de middelpuntvliedende kracht van de zon. Die is ook erg leuk. Nou, tot zo dadelijk. Dit is deel 3 van de serie Maan Mysterie. En dan ga ik het hebben over de middelpuntvliedende kracht. veroorzaakt door de draaiing van de aarde om de zon. Als je deel 2, dan ga ik vanuit dat je deel 2 hebt bekeken. daar heb ik de formule voor de. middelpuntvliedende kracht uitgespit. En. Die gebruik ik nu opnieuw. Dus als je dit nog niet helemaal weet, moet je deel 2 even kijken. Zo lang is die niet. Hè? Nou, de afstand van de aarde tot de zon is 1,5 keer 10 tot de macht 11 meter. Dus Nogal veel, 1,5 keer 10 met een, keer, een, keer een 1 met 11 nullen. Nou, de omlooptijd van de aarde om de zon, daar heb ik hier een formule van gemaakt. Die staat hierboven, dat kan je hopelijk meelezen. Dat is 3,65 voor het aantal dagen per jaar, 24 voor het aantal uren per dag en 3600 voor het aantal seconden per uur. Ja. Nou, hier kan het mooi zien staan. Ja. Nou, dat is dus een lekker groot getal, dat is uh, 30 miljoen seconden, 31 miljoen of 32 miljoen seconden. Nou, de hoeksnelheid, dat is 2 keer pi gedeeld door de omlooptijd. Nou, dat is dan weer een heel klein getalletje. Dat is 1,99 keer 10 tot de macht min 7. Dat is dus 0,000199. Een heel klein getalletje. Dat is de hoeksnelheid. In radialen per seconde. Nou, de middelpuntvliedende kracht van de zon is daarmee B3 keer B3. Dus de hoeksnelheid in het kwadraat. Keer. De afstand van de aarde tot de zon. En dan hou je over 5,95 keer 10 tot de macht min 3. Dus ofzo. of zo. Heel weinig natuurlijk. Hè? Nou, de middelpuntvrije kracht van de maan, die heb ik in deel 2 uitgerekend. Die staat dan denk ik nog hier. Nee, dat is de verkeerde. Hier. Middelpunt, vliegende kracht van de maan, die heb ik hier staan. Met een formule en alles. Hè? Dus C10 keer C10 keer C7. Dus de hoeksnelheid keer de afstand aarde tot het gemeenschappelijke draaipunt. Dat is dan 3.36 keer 10 tot de macht min 5. Dan weer hier naartoe terug. Dat heb ik hier ingeplakt puur als getal. Dus niet als formule, want dat werkt niet. Maar het is hetzelfde. En dan het quotient van deze gedeeld door die, dat is 177. Dus de middelpuntvliedende kracht van de zon is 177 keer sterker dan de middelpuntvliedende kracht veroorzaakt door de draaiing van de aarde rondom het gemeenschappelijk draaipunt met de maan. Snap jij hem nog? Er is zo'n mop hè, van uh, een olifant en een muis en die lopen samen over een, uh, een houten brug. Ergens uh, ja, een brug in het oerwoud van donker Afrika. En die olifant uh, die, uh, die loopt een beetje zo te stampen. En die muis uh, is zo trip trip, 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 trip en die brug. Uh, 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 uh. En die muis wordt tegen die olifant. Jeetje man! Het zijn wij aan het stampen zich. Kijk, dat is een mop. Maar dit is geen mop, dit is uitgerekend. Dus als je zegt: van kijk, uh, de aarde draait uh, om het gemeenschappelijk punt, uh, het draaipunt met de maan, dan heb je een punt, dat klopt. En dat levert je een middelpuntvliedende kracht op. van... Uh, nou, wat is het dan? Even. Uh, als ik deze nou pak, kan ik die ook van mijn Ik denk het niet. Nou? Ja, dat gaat goed. Doe ik die even in. Uh, en dat doe ik met deze ook. Gelijk hoeveel het is in normale getallen. Oh, dit gaat dan niet goed. Ja, natuurlijk. Dom. Er moet ook weer zijn. Uh, wacht maar even, doe ik zo. laat ik die oude formule staan. Ja, ik Krijg gelijk spreadsheet les? Oh, dat is leuk, man. Dan doe ik die eventjes hierin. Hoppe. Twee keer dezelfde formule. Ja. En dan ga ik deze eventjes formateren. nu doe ik dan even. Nou, maar twee decimalen, zou ik maar zeggen. Nee, meer decimalen. Hebben we wel nodig hoor. Dat doen we zes decimalen. Ja. Kijk, ik dan nog zien. Ja. Ja, dan zie je hem gelijk al hè. Dus de middelpuntvriendelijke kracht van de zon is 0,00 en dan la la la. En de middelpuntvriendelijke kracht van de maan is 0.0000. Ja. Dus dit van de zon is 177 keer groter dan dit van de maan. Snap je? En de aarde die draait om zijn as. De maan staat zo goed als stil, want die gaat weer eens in de 27 dagen een rondje lopen. Draaien. En de aarde draait om zijn eigen as, en daardoor heb je twee keer per dag dan vloed en eb. Maar dan, die ene wordt dan veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan, maar de aantrekkingskracht van de zon is 200 keer zo sterk. En dan die andere vloed, die wordt veroorzaakt door de middelpuntvliedende kracht, omdat de aarde rondom het gemeenschappelijk draaipunt draait maar die is maar 0.00034. terwijl de vriendende kracht... veroorzaakt door het feit dat de aarde om de zon draait... is 0.005948. Dat is 177 keer zo groot. Dus de maan doet er helemaal niet toe. Naar mijn mening. Punt. Of mijn formules kloppen niet... of ik maak ergens een rekenfout... Ja, schiet mij maar lek. Uh, graag een natuurkunde die mij uitlegt waar ik de denkfout heb gemaakt. Deze spreadsheets, uh, die kan je zo van me krijgen, geen enkel probleem. Nou, dit was deel 3 van het grote maanmysterie: uh, de vraag over app uh, en vloed. Tja. Niet eens zo makkelijk, He? Nee, je rekent je. Helemaal. Nee, het valt wel mee. Die van zijn niet zo heel moeilijk. Wat is dat nou? En de wet van Newton, ja, die klopt hoor. En die wet van de middelpunt kracht, die klopt ook. En andere dingen gebruik ik niet. Dus waar kan ik dan de fout hebben gemaakt? Verkeerd overgetypt van Google? De afstand tot de zon klopt niet? Ja, die klopt wel. Die heb ik al drie keer gecontroleerd. Nou, de omlooptijd, die klopt. Hoek Ja, dat is, uh, dat is een formuletje van niks, 2 keer pi gedeeld door b2. En de middelpuntvliedende kracht, dat is dan die 1 kilo, maar dat is bijna 1, die mag je weglaten. En dan heb je de hoeksnelheid in het kwadraat keer die, uh, de afstand van de aarde tot de zon. Dat is toch echt dit? En de middelpuntvliedende kracht van de maan, ja. De... Even checken, maar. De afstand tot het draaipunt, dat is dus een punt binnen de straal van de aarde, ja, dat klopt. Daar kan het niet aan liggen, die formule klopt ook. Omlooptijd van de aarde rondom dat gemeenschappelijke draaipunt met de maan, dat is die 27 dagen keer 24 keer 3600 om tot secondes te komen, dan is dit de hoeksnelheid, namelijk 2 keer pi gedeeld door de omlooptijd. En dan is de middelpuntvliedende kracht, dat is de hoeksnelheid in het kwadraat. keer de afstand tot het draaipunt. dat is dit. keer 1. Ja, die 1 staat er niet in de formule natuurlijk. Ja. Dus dat, ja, dat. dat klopt hier iets niet. Men doet hier heel makkelijk over iets wat helemaal niet makkelijk is. Dus het kennelijk. Ja, ik, ik zou er geen uitspraak over weten te doen wat hier nou wel aan de hand is. Maar something is fishy in the state of Denmark. Zou uh, William Shakespeare hebben gezegd in deze dagen, kijkend naar deze spreadsheet. Behalve het feit dat ik niet geloof dat er ooit een meneer is geweest die uh, William uh, Speerschudder heette, dat doet mij veel te veel denken aan de godin Athene. Het lijkt mij een artiestenaam. Van een clubje, onder leiding van een of andere vrijmetselaar. Denk je ook niet? Bacon, of zo? Hé <laughs> hey jongens, uh, op zijn hamburgers sta ik tjus. Ik weet hier verder eventjes niks aan uh, toe te voegen. Ik hoop op een reactie van jullie kant.